ben Ilse Ramaken, ik ben 23 jaar en ik woon in Hardenberg. Ik werk 4 dagen in de week bij Roelofs als adviseur klimaatadaptatie en duurzaamheid. En 1 dag in de week op vrijdag volg ik een traineeship. Daarnaast ben ik in het weekend vaak te vinden met mijn vriendinnen om een wijntje te drinken. Of ik sta graag in de keuken om taarten en cupcakes te bakken. De basis van de circulaire economie is toch echt wel het tegengaan van het uitputten van de aarde. Dus geen nieuwe producten gebruiken en zoveel mogelijk kijken welke materialen, maar ook welke producten je opnieuw kunt inzetten bij een nieuw project of product. Nou, ik weet niet of iemand van jullie dit herkent, maar ik heb dus een hele handige vader die alles kan maken. En van jongs af aan is het dus bij ons thuis al geweest, eerst kijken of we het nog kunnen maken en dan pas kopen we wat nieuws. En ik merk dat ik dat nog steeds doe. Dus eerst kijken, kan het echt niet meer gemaakt worden, kan ik het echt niet meer gebruiken voordat ik het weggooi en voordat ik wat nieuws koop. Ja, als adviseur klimaatadaptatie adviseer ik gemeenten hoe zij de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk kunnen tegengaan. En een van de basiselementen is wel tijdens het adviseren, is er een maatregel noodzakelijk? Hoe pakken we die dan aan? Gebruiken we circulaire materialen? Of kunnen we het op een andere manier oplossen zodat er geen nieuwe materialen nodig zijn? Dus op die manier koppel ik de circulaire economie aan mijn werkzaamheden.